De gemeente Veendam wil niet meewerken aan het kwijtschelden of opschorten van geld voor Sportclub Veendam. Het zou Veendam weer wat financiële lucht kunnen geven. Verslaggever Karel-Jan Buurke, om wat voor geld gaat het eigenlijk? Ja, Veendam is in principe, moeten zij nog een ton aan stadionhuur betalen aan de gemeente. Ze vragen om dat wel op te schorten of anders kwijt te schelden. Daarnaast kan Veendam beschikken over mediagelden via de KNVB. Alleen is het zo dat die mediagelden, dat gaat dan om een bedrag van ongeveer 100.000 tot 150.000 euro. Alleen die mediagelden moeten eerst via de gemeente, die moeten eigenlijk gelijk naar de gemeente worden doorgesluist. Vanwege een zogenaamde akte van cessie heet dat dan. Moet de gemeente dus toestemming geven om dat geld vrij te geven aan Veendam. Maar dat wil de gemeente dus niet. Ja, en een akte van cessie, dat heeft ermee te maken met het verleden van Veendam. De gemeente wil niet achteraan staan op het moment dat het verkeerd dreigt te gaan met de club bijvoorbeeld. En daarom krijgen zij als eerste dat geld. Waarom wil de gemeente daar niet aan meewerken? Ze zeggen, ik heb gesproken met Henk-Jan Smaal, wethouder van Veendam. Die zegt, ja, daarmee is het probleem nog niet opgelost. Ja, als je dat zou doen, dan is er nog steeds een groot probleem bij de club. In totaal is het tekort 413.000 euro. Ja, dan is dit nog maar een deel daarvan. Het zijn bovendien forse bedragen natuurlijk. Ja, dat is de voornaamste reden. Daarnaast zeggen ze, we hebben een plan met FC Groningen voor de toekomst. Maar ook die plannen zijn nog niet dusdanig concreet bij de gemeente dat ze zeggen, daar kunnen wij in vertrouwen ook. Wat betekent dit nou voor de club? In eerste plaats op de hele korte termijn voor deze week gaat het ook om salarissen voor de spelers. Die moeten deze week worden overgemaakt, anders moet uitstel worden aangevraagd. En dan zou uiterlijk de tiende van de volgende maand het geld binnen moeten zijn van de afgelopen maand. Dat is dus het belangrijkste. Nou probeert Piet Scholtens, de interim directeur van Veendam, wel geld los te krijgen alsnog bij de KNVB. Zo'n 25.000 euro voor bekerdeelname aan de beker. Maar goed, dat is nog een plan. Daarnaast hebben de andere partijen ook nog geen geld opgeleverd waar ze mee bezig waren, de grote partijen. En ja, tot 12 uur morgen gaan zij stevig overleggen hoe ze dit verder gaan aanpakken. Kortom, Veendam blijft op zoek naar geld. Karin Buurke, dank je wel.